Hallo kinderen, superleuk dat jullie weer kijken. Welkom namens Springwing en mij. Nog maar een weekje, hè? Nog maar een weekje vakantie en dan gaan we weer naar school. Dan begint weer een nieuwe tijd. En ja, dat is ook het thema van vandaag, een nieuwe tijd. En na de vakantie gaan we ook verder in communities, dus ook weer een nieuwe tijd. En gaat ons nieuwe dingen brengen. Misschien ga je wel naar een nieuwe school. Of je krijgt een nieuwe klas, een nieuwe meester of een nieuwe juf. Allemaal nieuwe dingen. En daar staan we bij stil, want het is een verhaal in de Bijbel dat gaat ook over een nieuwe tijd. En soms is een nieuwe tijd best een beetje spannend. Hey, en ik heb hier een zakje water en een potlood. En wat denk je als ik de potlood door het water ga steken? Zou die dan gaan lekken, denk je? Nou, we gaan het testen. Even kijken hoe ik dit goed ga doen. 1, 2, 3. Kijk eens. De potlood zit er doorheen. En het lekt niet. Nou, gaan we nog een test doen. Kijken of we nog één kunnen. Komt-ie. 1, 2, 3. Ja. En warempel. Wederom lekt die niet. Kijken of die zo blijft liggen. Een nieuwe tijd. En soms zijn we bang dat, dat nieuwe dingen anders zijn. En dan zijn we bang voor nieuwe dingen. En, dan weten we niet precies hoe het gaat lopen. Maar dan staan de potloden voor Gods kracht. En God die om ons heen staat. En God die om ons denkt. Dat we niet bang hoeven zijn voor nieuwe dingen. En dat we op God mogen vertrouwen dat ook het nieuwe goed komt. Hey, en het verhaal gaat ook over een nieuwe tijd. Luister maar. Levi kan bijna niet geloven wat er vandaag gebeurd is. Vanochtend zat hij nog gewoon bij zijn tollenaarshuisje. En nu is Jezus bij hem thuis. Levi is zo blij dat hij bij Jezus mag horen dat hij een grote feestmaaltijd klaargemaakt heeft. Er zijn veel mensen, zelfs alle belangrijke leraren en fariseeën die alles over de heilige boeken weten, eten mee. Levi kijkt trots rond. Maar dan schrikt hij. Hij hoort de leraren fluisteren. Wat moet Jezus bij die Levi? Hij is een slecht mens. Hij werkt voor de Romeinen als tollenaar. Hij geeft ons geld aan de vijanden. Levi duikt verdrietig in elkaar. Even had hij gehoopt dat hij er eindelijk bij zou horen. Maar nee, zelfs in zijn eigen huis praten de mensen lelijk over hem. Hij kijkt verdrietig naar de tafel en neemt snel een hapje van zijn eten. De wetsleraren beginnen alweer over iets anders te klagen. Jezus, zegt er een, de leerlingen van Johannes, die eren God pas echt. Op bepaalde dagen eten en drinken ze helemaal niks. Dat doen ze om te laten zien hoe belangrijk ze God vinden. Vasten bedoel je, zegt Jezus. Ja, vasten. Dat doen de leerlingen nooit, zegt de wetsleraar geërgerd. Die eten en drinken altijd. Levi legt betrapt zijn kippenbout neer. Nu doet hij alweer iets fout. Jezus blijft rustig. Weet je, begint hij tegen de wetsleraar, terwijl hij nog wat olijf op zijn bord schept. Mijn leerlingen lijken op gasten op een bruiloft. Ben jij ooit op een bruiloft geweest zonder lekker eten en drinken? De wetsleraar schudt zijn hoofd. Jezus legt het uit. Nou, ik ben de bruidegom. En zolang ik er nog ben, feesten we met elkaar. En dus eten en drinken we. Als ik ooit wegga, dan gaan mijn leerlingen wel vasten. De wetsleraar fronsen hun wenkbrauwen. Ze snappen er niks van. En denk eens aan een oude jas met een gat erin. Die repareer je toch ook niet met een nieuw stuk uit een nieuwe jas? Een nieuw stuk stof past niet bij een oude jas. En bovendien gaat een nieuwe jas dan ook kapot. De wetsleraren snappen er niks van. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Maar Levi begrijpt het ineens wel. Hij snapt wat Jezus bedoelt. Met Jezus begint er een nieuwe tijd. Net als de nieuwe stof van de jas. En bij een nieuwe tijd hoort dat je dingen anders gaat doen. Vroeger was Levi een tollenaar en had iedereen een hekel aan hem. Vroeger mocht hij er niet bij horen, maar in de nieuwe tijd van Jezus hoort hij er wel bij. Levi gaat recht overeind zitten. Hij schaamt zich niet meer.
Hij voelt zich ineens heel opgelucht. Als hij opkijkt, ziet hij dat Jezus hem aankijkt. Jezus houdt zijn beker met wijn in de lucht. Levi houdt zijn beker nu ook omhoog. Hij lacht. Jezus heeft gelijk. Het is feest omdat Jezus bij hem is. Daar moet op gedronken worden. Proost, zegt Levi. Proost, zegt Jezus. En ze nemen precies tegelijk een slok wijn. Proost. Ja, Jezus is de bruidegom en hij was nog daar bij Levi en het was feest. En Levi mocht veranderen en hier, zo mogen wij ook veranderen. En soms in een nieuwe tijd dingen anders doen. En ja, de Heere God is niet meer bij ons fysiek, zoals bij Levi, dat hij echt bij hem aan tafel zat. Maar hij is nog wel in ons hart en hij is heel dicht bij ons. En ja, voor vandaag staat er ook weer een werkblad voor jullie klaar en een preekblad. Ook dit proefje staat er weer op en allerlei andere leuke dingen om te doen. Een jas kun je ook maken, zelf een jas vouwen staat ook op het werkblad. Dus ga maar even kijken als je zin hebt. En de Henkie Show gaat ook weer over Daniel en zijn vrienden vorige week. En deze keer gaat het over David, die koning wordt. En ja, straks zullen Maria en Anouk ook zingen over een nieuwe tijd. We zullen opstaan en met hem meegaan straks als Jezus terugkomt. Ook een nieuwe tijd, waarin we ook naar uitzien. Hey, en wij gaan nu bidden. Bid je mee, Springwing? Vader in de hemel, dank u wel dat u gekomen bent. Dank u wel dat u kwam en een nieuwe tijd bracht. En dat u steeds opnieuw, ook in ons leven, als er nieuwe tijden aanbreken, als dingen anders gaan, dat u dezelfde bent en blijft. Dat u er altijd bent, dat u altijd voor ons zorgt, dat u enorm veel van ons houdt. En dat we niet bang hoeven zijn dat het misgaat. Want u bent de potlood die door het zakje water heen gaat en zorgt dat het niet gaat lekken, maar dat het gewoon veilig blijft. U beschermt ons en u geeft ons nieuwe kracht en nieuwe moed. Vader, dank u wel dat u er bent. Wilt u met ons meegaan in de komende week als we nog vakantie hebben? Maar als we ons ook al een beetje voorbereiden op de week erop, als we weer naar school gaan en allerlei nieuwe dingen komen. Heere, wilt u ons zegenen en wilt u dicht bij ons zijn en ons heel dicht naar u toe trekken. Amen. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij jou zijn. Hij zal zijn vrede aan jou geven. Hey, volgende week zondag zijn we er weer. Tot ziens. Doei doei. Hey, hallo allemaal. Zien jullie mij? Ik zie jullie niet zo heel goed. Maar wij gaan even een liedje met jullie doen. En dat liedje gaat over de dag dat Jezus terugkomt. Dat was een hele feestelijke dag, want dan maakt hij alles weer nieuw. En er zitten twee woorden in het liedje die een beetje lastig zijn. Dat kun je mij even laten zien, hè? Dat is sikkeneuren. Nou, misschien zit jij wel eens te sikkeneuren. Ben je een beetje mopperig, een beetje verdrietig. Of je wilt bij jou thuis misschien wel. En misschien zit je ook wel eens bij de pakken neer. Dan geef je de moed op. Ja, dat moet ik later ook even zien. En dit liedje is een beetje voor iedereen die bij de pakken neer zit af en toe. Of wel eens sikker nodig is. Om je eraan te herinneren dat Jezus weer terugkomt en alles weer nieuw maakt. En je kunt lekker meedoen met het liedje. Want bij het woordje opstaan. Moet je opstaan. Dus ga goed klaar zitten. Dan kun je meteen in de benen. Want bij het woordje opstaan. En let even op dat iedereen goed meedoet bij jou thuis. Want dit moet je wel samen doen, hè? Mm-hmm. Doe wij ook. Hier komt ie.
dan.